3,7 miljoen mensen raakt jaarlijks geblesseerd door sporten in Nederland. Dat is een verontrustend hoog aantal natuurlijk. Je kan je dan ook afvragen of sporten eigenlijk wel zo gezond is voor je. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. U heeft wel eens gezegd dat sporten een ziekte is en dat atleten patiënten zijn. Hoe bedoelde u dat? Nou, het zijn een soort freaks, vooral atleten natuurlijk. Hè. Je hebt atleten die zijn heel lang en heel mager, die kunnen heel hoog springen. En je hebt ze die zijn heel kort en heel dik, die kunnen mooi van die dingen omhoog douwen. Vroeger mocht je dus die mensen gaan bekijken in de kermis. En toen hebben we besloten dat dat niet netjes is om rare mensen te gaan bekijken tegen toegangsprijzen. En nu gaan we dus diezelfde mensen niet op de kermis bekijken, maar in het stadion. Een beetje van een tikkelingen. Hoi, hoi, hoi. Man. Nou, je staat hier met je personal trainer. Je ziet er ontzettend gezond en strak uit. Komt het door het sporten? Ja. Maar echt, als je veel sport, voel je ook gewoon lekkerder. En dat straal je denk ik ook uit. Doe wel sportje? Nou, ik ga nu weer beginnen voor de marathon van New York. Dus dan gaan we weer 3 keer in de week of zo. Er wordt heel vaak beweerd, ja, sporten is ontzettend gezond. Dus iedereen zou het moeten doen, maar daar bent u het dus totaal niet mee eens. Er is geen bewijs voor die stelling. Nee. Het rare is dat er dus in allerlei boeken staat, sport is gezond. We wijzen daarentegen dat je van sporten de meest afschuwelijke kwalen op kunt lopen. Daar zijn getallen over bekend. Volgens de nieuwste cijfers zijn er 4 miljoen sportblessures per jaar. Dat betekent dat als je regelmatig sport, dan is de kans dat je in dat jaar stuk gaat 50%. De helft, meer dan de helft van alle sporters gaat elk jaar stuk. Hoe zit het met sportblessures als je het puur anatomisch bekijkt? Dat onderzoek ik aan de hand van een echt mensenbeen hier in het UMC Sint Radboud. Goedemorgen. Dag, Filemon Westlink. Albert van Looy, goedemorgen. Hoe komen jullie eigenlijk aan deze ledematen? Dit zijn delen van stoffelijke overschotten. Van mensen die zich na hun dood ter beschikking hebben gesteld voor de wetenschap, zoals het heet. Wow. Nou, jij bent het gewend om dit te zien, maar het is toch gek dat, dat daar gewoon echt een mens aan heeft gezeten. Ik kan het gewoon vastpakken en het is een beetje koud, want het heeft natuurlijk formaline gelegen en dan wordt het gespoeld. Kijk of het... Ja hoor. Oh, dat voelt gek, jongen. Het voelt helemaal koud. Best wel zwaar. Kan iedereen eigenlijk deze ledematen bekijken? Nou, niet misschien deze, maar we hebben een heel mooi anatomisch museum hier. En daar liggen ook preparaten zoals deze, vaak nog veel mooier geprepareerd. Stel je gaat een marathon lopen, wat belast je nou het meest? Het is natuurlijk een combinatie van allerlei dingen die je belast. Je enkelgewricht bijvoorbeeld hier, je voeten, alle botten, maar ook het kapsel wat om de botten, om de gewrichten heen zitten. Maar ook de pezen, de spieren. Kijk, hier zie je heel mooie spieren lopen. Die zijn een beetje bruinig. Hè? En dan hangt er maar net vanaf waar de meeste kracht op komt. En dan heb je kans dat je zoiets blesseert zoals dat heet. Denk je nou echt dat het gezond is? 42 kilometer hardlopen? Op het moment dat jouw lichaam daarvoor getraind is, dan kan dat gewoon, weet je. Natuurlijk, ik heb er niet zoveel verstand van dat ik denk van, nou, dat moet je iedere week doen. Maar ik heb nergens last van gehad, weet je. Ik heb me onwijs goed gevoeld. Er vallen altijd wel een paar dood neer, hè? Het was gewoon tijd om te gaan. Wat je ook wel ziet, mannen van mijn leeftijd, die opeens meer aan hun gezondheid moeten doen en die met hun dikke, meer dan middelbare buik opeens hard gaan lopen. Ja, hartaanval. Ja, natuurlijk. Ja, die organen die denken, hé, de baas is gek geworden. Ja. Weet je wat, we geven hem eens een steek in zijn zij. We laten hem eens even flink hijgen. Hun lichaam zegt, hou op, dit is te gek. Maar hun geest, dit gezelt het eigen lichaam. Dat is een soort masochist in één, die gaat daar over de straten. Denk je niet van, ja, pijn, dat is toch een soort van teken van het lichaam, van het is niet goed? Ja, als je verliefd bent geweest en je hart wordt gebroken, heb je ook pijn. Ga je dan de rest van je leven zeggen, ik wil nooit meer verliefd zijn? Als je spierpijn en die vermoeidheid, ben je dus wel echt gelukkig? Ja, mega gelukkig. Er zijn een heleboel dingen die een lekker gevoel geven zonder dat ze gezond zijn. Ja. Er is hier een café op de hoek, daar kan je heen. Laten we even vaststellen dat
Beweging is natuurlijk nodig. Hè? Ja. Als jij een auto hebt en je laat die in de garage staan 5 jaar... moet je niet raar kijken als het ding nooit meer wil starten. Nee. Dus die auto moet van tijd en wijle moet die een beetje rijden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je elke dag met dat ding 350 km per uur moet gaan draaien, want er is hij niet op gemaakt. Want waar komt nou bij een knie de meeste druk op? Nou, je kunt je voorstellen als deze kruisband scheurt, alsof er heel veel kracht op komt. Bijvoorbeeld door als dit onderbeen die kant op schuift ten opzichte van het bovenbeen, dan komt hier heel veel kracht op en dan scheurt het. Zo, dit vind ik wel heftig om te zien, als je echt in zo'n been kijkt. Wow. Kijk heel even naar het skelet, wilde ik zeggen. We gaan een stukje sporten, ja? Want daarvoor zijn we hier. Ik ga heel even mijn loopschoenen halen. Oké. Okay. Kan je deze even vasthouden? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, gaan we maar eens even kijken wat sporten allemaal met je doet. Midas Dekkers zei dat het ontzettend ongezond is, dus ik neem het zeker voor het onzekere. Ja? Zo, ik ben er klaar voor, jongens. Ah, man, homo. Wow. Homo, Jezus, ja, dat weet ik. Christus. Denk toch niet echt dat ik ga rennen, hè? Ja, begrijp ik. Hartstikke ongezond. Dit kan toch niet, Phil? Je bent nog een jonge vent. Nou, kom op, jongens, lopen. Maar denk je niet als je nu gaat hijgen dat het dan ongezond is? Ja. Als ik seks heb, dan hijg je toch ook? Is het ook niet ongezond? Ja, het ligt aan wat voor seks natuurlijk. Als je sport leuk vindt om te doen of om naar te kijken, als je daar plezier aan beleeft, graag, niks liever dan dat. Maar je moet niet beweren dat het gezond is. U zegt het niet allemaal omdat u zelf vroeger niet zo goed was in sport. Nou, ik was niet goed in sport, wou je dat horen? ik was niet goed in sport. B, ik heb een hekel aan sport. En dan ben je al gauw geneigd om daar een oorzakelijk verband tussen te zoeken. Bij marathon zie je ook vaak mensen echt kotsen of echt helemaal neervallen als ze over de finish komen. Dat ziet er in mijn ogen niet zo gezond uit, maar... Nou, ik denk ook niet dat dat gezond is. Maar dan ben je verder gegaan dan je lichaam eigenlijk aan kan. Ja. Ja. En de hamstring natuurlijk, waar Arjen Robben vaak last van heeft. Waar zit die dan? De hamstrings, dat is deze groep spieren. Het zijn eigenlijk twee groepen. Deze groep zo hier. En deze groep. En je kunt je voorstellen als deze spieren op een of andere manier bij een hele harde trap tegen een bal bijvoorbeeld overbelast worden, dat opeens zo'n spiertje scheurt daar waar die spier vast zit aan het zitbeen. Dat noemen ze dan ingescheurd. Ja, dat noemen ze dan ingescheurd. Ja. Hoe voel je je nu? Goed. Ja, je hijgt nog niet echt. Dan wel een rood kleurtje. Ja. Dan voelt dat lekker nu? Voel je je lekker? Heerlijk. Wat moet ik dan wel doen om gezonder te worden? Gewoon. Eenvoudiger is het niet. Om gezond te zijn moet je gewoon doen. Dat wil zeggen dat je elke dag boodschappen doet. Niet met de auto, maar gewoon lopend. Neuken niet te vergeten. Dat levert ook de nodige calorieënverbruik op. Als je een normaal leven leidt, dan heb je echt meer dan voldoende beweging. En als je daarna nog zin hebt om nog eens een keertje kinderkleren aan te trekken en joelend over een veld te gaan, dan moet je dat maar vooral doen.